Ja, mijn naam is Aydan Nuvigliese. Ik ben 25 jaar oud en ik doe de studie New Design and Attitude. Ja, ik kwam met Sint Joost eigenlijk online tegen. En eigenlijk naar aanleiding van het lezen van wat New Design eigenlijk inhield, heb ik me aangemeld. Waarom New Design eigenlijk bij mij past, is omdat ik altijd al nieuwsgierig was. Naar eigenlijk verschillende maaktechnieken, het grafisch vormgeven, maar ook het ruimtelijke, wat natuurlijk heel erg aan bod komt bij New Design en Attitude. Ja, tijdens het bij elkaar zoeken eigenlijk van mijn portfolio ben ik heel erg gaan kijken naar hoe kan ik eigenlijk mijn diversiteit aan wat ik eigenlijk altijd al deed, hoe kan ik dat zeg maar laten zien. Omdat dat wel echt iets is wat bij mij past, het altijd op zoek zijn naar nieuwe technieken. Nieuwe materialen. En daarna ben ik het eigenlijk per onderdeel gaan uitzoeken. Dus van schets tot aan eindwerk, om het zo maar even te zeggen. Nou, hier op tafel heb ik een groot deel van mijn portfolio eigenlijk nu neergelegd. Ik heb het hier ook opgedeeld per project om duidelijk het proces te laten zien. Hierzo is een van mijn toelatingsprojecten. Ik ben toen eigenlijk gaan kijken wat mij stoorde. En een van de punten die toen naar voren kwam was eigenlijk de verslavingsgevoeligheid aan telefoons, maar ook aan social media. Dus ik ben dat eigenlijk op een andere manier gaan weergeven. En hier heb ik eigenlijk echt het proces. Dus van de eerste schetsen, maar ook mijn mening erover heb ik dan erop vastgelegd. En wat mogelijkheden, welke kant ik ermee op kan gaan. Je moest natuurlijk een portfolio aanleveren en daarna kwam een gesprek. Dit gesprek was met een oud student en met een docent. En dan praat je eigenlijk over je motivatie en over je portfolio. Ja, er werd gevraagd naar mijn leeftijd. Ik was al wat ouder en toen werd er eigenlijk nog wat specifieker gevraagd over waarom ik eigenlijk deze opleiding dus zou willen doen. Dit is een bliklipje wat ik heb gemaakt van puur zilver en met een diamant. Dit is onderdeel van de sieradenserie die ik heb gemaakt, die This is Trash heet. Deze items zijn allemaal gemaakt van zilver om eigenlijk een andere waarde te geven aan single-use items. Dit is de Silver Man. Eigenlijk om nieuwe technieken te leren bij het edelsmeden heb ik een hoofdje en een handje nagemaakt van puur zilver. En heb ik heel de verpakking ervoor ontworpen. Al het werk wat je hier zo op tafel ziet, heb ik ook verwerkt in een digitaal portfolio. En dat heb ik in een PDF gezet. Ja, ik wist eigenlijk niet wat ik moest verwachten. Dus ergens was het wel spannend, ja. Buiten omdat het niet echt een beoordeling over je werk is, voelde het ergens voor mij wel zo. Maar uiteindelijk is dat gelukkig allemaal goed gekomen. Ik ben heel blij dat ik ben toegelaten. De studie New Design and Attitude past eigenlijk nog beter binnen wat ik wil worden. Maar ook wat voor werk ik maak. Ik wil later heel graag een eigen studio. En ik denk dat deze opleiding daar heel erg goed op aansluit. Ja, wat ik heel erg aanraad is wel is gewoon het proces laten zien met wat je doet. Dus niet alleen een tekening hoe die er uiteindelijk uitziet, maar ook misschien eerdere schetsen. Om zo het proces ook heel erg in kaart te brengen. Dat heeft voor mij ook heel erg geholpen, omdat mijn opbouw van mijn portfolio daardoor meteen een wat makkelijker systeem voor mij kreeg. Nou, een andere tip is eigenlijk, maak je gewoon niet te druk. Het is maar een gesprek. En ja, je praat dus met een oud student en met een docent. Die weten zelf ook hoe dat is, dus ga er ook gewoon in als een gesprek.